Oh wow. Oh wow. En deze kost maar 95 cent. Hij ruikt lekker. Hallo jongens en welkom terug op het YouTube kanaal van Action Nederland. Mijn naam is Christina en vandaag heb ik een hele leuke make-up video. Ik heb namelijk dit lookje gecreëerd met allemaal Action make-up producten. En het allerleuke is, ik heb maar 10 euro... en 5 cent uitgegeven vandaag. Niet helemaal gelukt om onder de 10 euro te blijven, maar wel bijna. Dus ben je benieuwd naar welke producten ik allemaal heb gebruikt en hoe ik het heb gebruikt? Want het was inderdaad een challenge. Ik moest wel een beetje creatief zijn om onder het budget te blijven. Maar goed, ben je benieuwd hoe ik dat allemaal heb gedaan en wat voor producten ik allemaal heb gebruikt? Blijf dan gezellig even kijken. Doe een duimpje omhoog en vergeet ook zeker niet om te abonneren op het YouTube kanaal van Action Nederland. Want dan mis je geen enkele upload. En laten we snel gaan beginnen. En ik neem jullie als allereerste mee naar de winkel. Oké, de foundation die ik zie is deze. Dus zie ik eigenlijk geen foundation hier in mijn Action. Dus deze gaat mee. Dan hebben we een concealer. En die heb ik echt heel erg nodig vandaag. Een beetje kleur op mijn wangen. En dus ook een blush. Ik zie hier Dusty Rose. Of Pink Coral. Deze heb ik al thuis. Deze heb ik nog niet. Deze is ook super fijn. Ik zie hier een mascara. En eigenlijk lijkt me dus heel erg leuk om zo'n liquid lipstick te doen. In plaats van deze. Even kijken, er zijn wel een paar kleuren. Shy. In love. Even kijken hoe het eruit ziet. Oké, ik heb besloten om de concealer weg te doen. En in plaats daarvan een eyeliner mee te nemen. Want dan kan ik gewoon extra veel foundation gebruiken. Oké, ik begin natuurlijk met foundation. En ik heb hier een foundation van Revlon. En dit is eigenlijk ook enige wat niet van Max & More is. Want ik zag helemaal geen foundation van Max & More in de winkel. Dus ik heb deze meegenomen. Hij is misschien wel wat aan de lichte kant. En ik hoop heel erg dat hij goed dekt. Want er is een heleboel gaande. En ik heb deze al een beetje proberen te verbloemen. Maar niet helemaal gelukt. Dus ik hoop gewoon echt dat deze lekker dekkend is. Ik heb ook een soort van een ontstoken oog. Nou ja, we hebben allemaal van die dagen dat je denkt van, oh mijn god, moet ik echt de deur uit? Want dat heb ik dus nu met deze video. Deze foundation is in ieder geval in de kleur 150. En hij kost 2,95 euro. Ik ben zo benieuwd. Oeh, hij is echt heel vloeibaar. Die breng ik gewoon aan met mijn kwast. Oeh ja, hij is heel erg licht. Maar dat geeft niks. Dat geeft niks. We hebben een bronzer. We hebben een blush. Het komt goed. Wel jammer dat mijn Action die Max & More foundation niet had. Die heb ik wel eens eerder gebruikt. En die vond ik eigenlijk best wel fijn. Bij deze heb ik al zoiets van, oeh. Als het maar, oh wow. Oh wow, ik zie mezelf in dat schermpje van de camera. En ik geef licht. Oh my lord. Ik gebruik het ook echt als concealer nu, want ik heb geen concealer meegenomen. Maar ik gebruik eigenlijk best wel vaak foundation als concealer. Dan doe ik gewoon een dubbel laagje. Oké, mijn oog is echt stukken minder rood. Dus dat is heel fijn, alleen dit. Ken je dat? Dat je eigenlijk echt maar een minuscule plekje hebt die alleen jij zelf kan zien. En dat je dan echt alles eraan doet om die te verwijderen. En dan escaleert het allemaal. Nou, dat is precies wat er aan de hand is. Oké, ik ga een heel klein beetje vals spelen met iets wat ik dus al in huis had. En dit is deze Peachy Setting Powder van Max & More. Deze had ik dus al stiekem in huis. Ik heb echt een hele vette huid. En nu vooral in de zomer is het eigenlijk allemaal niet meer te redden. Ik moest echt een poeder hebben. En toen dacht ik, deze heb ik eigenlijk nog in huis. Dus ik doe dit heel even stiekem. Het ruikt wel heel lekker. De kunst is, als je zoveel product bovenop elkaar hebt, wat ik hier op mijn kin heb, is om het daarna gewoon bijna niet te bewegen. Dus als ik zo meteen met mijn bronzer tekeer ga,
en ik zeg ook tekeer ga, want dat doe ik meestal, dan moet ik dat eigenlijk zo min mogelijk aanraken. Want anders beweeg je het allemaal weer en het heeft geen zin meer. Goed, ik heb hier een bronzer en een highlighter in één. Super handig, want dan heb je twee producten voor een heel klein prijsje. En deze kost €1,39. Deze heb ik al wel eens vaker gebruikt. Ik vind hem heel fijn. En voor deze challenge leek die mij ook daarom echt ideaal. Laat mij ook wat foundation van mijn lippen verwijderen. Dus ik ga eerst met een poederkwast eigenlijk alles een beetje opwarmen. En om mijn foundation en zo niet te veel te bewegen, doe ik dat eigenlijk ook al een beetje in dit soort stippelende bewegingen. Vergeet ook zeker je oren niet, zodat die niet ineens een hele aparte kleur hebben. Oké, ik denk dat ik mijn gezicht over het algemeen wel iets warmer en iets meer matchend met de rest van mijn lichaam heb gemaakt. Maar nu ga ik toch nog even in met een kleinere kwast om het nog meer te shapen. Wat ik normaal gesproken met een bronzer zou doen. En dat doe ik met een iets kleiner kwastje. En dit doe ik dan echt op de plekken die ik normaal gesproken ook zou shapen. Om even nog iets meer definitie te geven. Gezien ik zo straks gewoon eigenlijk mijn hele gezicht heb afgepoederd nogmaals met de bronzer. En vergeet ook niet hier je kaaklijn. Oké, dan gaan we door naar de blush. En de blush is echt tegenwoordig een van mijn favoriete stappen. Ik weet niet waarom, ik heb jarenlang echt nooit blush gedragen. En nu ben ik er echt helemaal gek op. Ik heb de kleur Dusty Rose. En deze matcht eigenlijk ook heel mooi bij mijn lipstick die ik uiteindelijk heb meegenomen. Ik ben uiteindelijk toch voor de Shy lipstick gegaan. Want ik dacht, ja, die past ook denk ik ook wel leuk bij de blush. Dus ik was echt helemaal benieuwd hoe het bij elkaar zou staan. En deze kost maar 95 cent. Dus echt ideaal. Zo fijn dat je eigenlijk nog voor geen euro gewoon een make-up product hebt. Ik vind het echt super. Nou, net als met bronzer ga ik hier ook helemaal los mee. Ik gebruik dezelfde fluffy kwast. En dit breng ik heel ruim aan. I love it. Het is lekker zomer. Ik zie ook dat mensen heel veel blush op hun neus aanbrengen. Het is, geeft echt... Oh, ik lijk nu al een beetje verbrand. Misschien, misschien heb ik dat iets te veel gedaan. Even die witte ogen blenden. Ik ben echt zo enthousiast gaande. Nou, het lijkt alsof ik te lang in de zon heb gezeten. Van super spookwit naar te lang in de zon. Dat is ook ergens knap om dat te bereiken. Ik moet best wel creabea zijn vandaag. Want mijn budget was €10. En ik heb geen wenkbrauwproduct kunnen meenemen. En ook geen oogschaduw. Maar dat is geen probleem. Want ik heb een bronzer en een blush. En dat ga ik gebruiken bij mijn ogen. En ook voor mijn wenkbrauwen. Dus dat wordt echt wel iets grappigs. Want ja, ik weet niet hoe deze kleur in mijn wenkbrauwen gaat vallen. Ik denk namelijk dat dit veel te licht en veel te warm is. Ja, ik breng het voornamelijk aan bij mijn staartje. Want ik ben een beetje bang dat als ik hem heel erg doortrek naar de voorkant, dat het dan lijkt dat ik oranje wenkbrauwen heb. Ik dacht, nou, dit scheelt mij ook wel een product. Want ik moest echt heel erg nadenken van, oké, wat heeft mijn prioriteit? En mijn prioriteit is natuurlijk een goede basis eerst. Maar ook bronzer en blush, omdat ik al gewoon wist, mijn foundation zou veel te licht zijn. En ik wilde per se een lippenstift en een eyeliner. Dus dan, daar ga je al. Daar ga je al. Oké, dus dit worden mijn wenkbrauwen van vandaag. Het is even anders en het is even wennen. Maar het is niet heel erg, toch? En iets wat ik echt niet wilde laten liggen was de fixing spray. Omdat deze dus heel mooi dat poederige effect weghaalt. En dat heb ik ook echt absoluut nodig vandaag. Oké, ik breng het nu alvast aan voor mijn mascara en mijn eyeliner. Omdat ik altijd bang ben dat het anders uitloopt. Lekker veel. Hij ruikt lekker. Ruikte hij altijd al zo lekker? Ik laat hem even helemaal goed opdrogen. En de setting spray was €1,49. Oké, het is aardig opgedroogd. En zoals je ziet, zie ik er meteen al een stukje levendiger uit. Ik heb een soort van een glow gekregen. Het is allemaal minder poederig. En dat is eigenlijk wel heel mooi.
Oké, ik had natuurlijk het allerliefst een oogschaduw meegenomen. Maar het is niet voor niks een challenge. Ik pak even een fluffy kwast en ik ga in de bronzer erin. Ik moet zeggen, dit is echt zo'n lifehack die ik echt vaker gebruik. En die breng ik aan gewoon als er wat een oogschaduwtje is. Kijk, snap je wat ik bedoel? Want het is eigenlijk nog steeds heel licht. Je ziet het bijna niet. En toch zie je het wel. En ik ga ook heel klein beetje in de blush. Zie je, ik gebruik ook steeds zo'n fluffy kwast. Gewoon voor een heel licht effect. En de blush breng ik dan aan over de rest van mijn ogen. Gewoon voor wat meer kleur. Dan pak ik een iets kleiner kwastje en ik ga weer in de bronzer. En daarmee ga ik dus langs mijn onderste wimperrand. En het fijne is natuurlijk, je kan dit ook door meerdere lagen aan te brengen net even iets donkerder maken. Nou jongens, het lijkt alsof ik oogschaduw op heb. Of niet? En wat ook super fijn is, hier heb je natuurlijk ook gewoon nog een highlighter. Dus ik ga mijn binnenste ooghoeken even highlighten. Oké, dit valt niet heel erg op. Maar wat wel kan helpen, is om je kwastje even nat te maken. Oké, dit is wel heel erg nat. En om dan met een natte kwast in de highlighter te gaan. En het dan aan te brengen. Want dan valt hij echt veel meer op. En het is echt alsof ik een oogschaduw heb gebruikt. Nou, ik vind het in ieder geval ideaal. Ik storm me alleen heel erg aan de kleur van mijn wenkbrauwen. Maar goed, die gaan we even proberen te negeren. En ik heb ook een eyeliner meegenomen om dat lookje toch nog even wat meer af te maken. En deze kost 99 cent. Dit is hoe de eyeliner eruit ziet. Dat heeft zo'n stift. En dat vind ik persoonlijk meest handige eyeliners om te gebruiken. En ik ga gewoon voor een heel dun lijntje. Althans, dat ga ik proberen. Want je weet maar nooit hoe het met eyeliner loopt. Voor hetzelfde geld heb ik ineens zulke wings. We gaan het zien. Oké, not bad. Ik bedenk me ineens, ik had een wenkbrauwpotlood kunnen meenemen. En dat voor mijn wenkbrauwen gebruiken en daarmee een eyeliner zetten. Dat was ook wel handig geweest. Het ging zo soepel, zag je dat? Het ging echt heel soepel. En dan gaan we door naar de mascara. En ik heb hier de Voluminizing Mascara. Deze kost €1,29. En dat is eigenlijk het enige product waar ik echt niet dol op ben van Maxamore. Dat zijn de mascara's. Het is wel echt een hele mooie verpakking. Dit is hoe die eruit ziet. En het borsteltje en zo ziet er ook gewoon eigenlijk heel goed uit. Maar ik vind dat er heel weinig product van afkomt. En ik hou ervan als mijn wimpers gewoon lekker veel lagen mascara hebben. Maar het maakt voor mijn gevoel helemaal niet uit hoeveel lagen ik aanbreng. Het resultaat blijft vrij hetzelfde. Dus hier ga ik ook niet te veel tijd en moeite nu aan besteden. Zo, mascara zit erop. En om de look niet zwaarder te maken en gewoon lekker zomers te laten, ga ik dus geen mascara aanbrengen op mijn onderste wimpers. Ik vind dat eigenlijk wel prima. Lekker fris voor de zomer. En dan als laatste heb ik de liquid lipstick. Ik ben echt dol op de liquid lipsticks van Action. Ook de Maxamore diverse die ze daarvoor hadden. Ik heb ze met heel veel plezier gebruikt. En nu hebben we dus deze liquid lipstick. Dit is ook een matte variant en dit is in de kleur Shy. Maar ik heb dus nog twee andere kleuren gezien in de winkel. Het is gewoon een hele mooie nude kleur. Ja, heel leuk. Oh mijn god. Kijk dan. Het dekt super mooi. Dit is de look geworden, jongens. Het was me even inderdaad een uitdaging. Ik had een aantal dingen die niet helemaal goed meewerkten. Maar dit is het uiteindelijke look. En ik moet zeggen, ik vind hem eigenlijk best wel leuk. Ik vind de lipstick leuk. Het enige waar ik mee zit zijn mijn wenkbrauwen. Dat is eigenlijk het enige. En ik vind mezelf ook een beetje raar uitzien als ik zo in de camera kijk. Omdat mijn wenkbrauwen gewoon zo'n rare kleur zijn. Dat is eigenlijk echt het enige. Uiteindelijk heb ik echt de kleur van de foundation best wel redelijk kunnen matchen. Dus ik vind hem heel erg goed gelukt. Laat mij in ieder geval weten hoe jij de look vindt. En of jij hem goed gelukt vindt voor deze challenge. Vergeet niet om te abonneren op het YouTube kanaal van Action Nederland. Als je dat nog niet hebt gedaan. En vergeet ook niet om je duimpje omhoog te doen. Vind ik heel erg leuk. En dan wil ik jullie nu heel erg bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!